Goedemorgen, laatste dag in Singapore. Ja, we zijn 2 dagen in het hotel geweest en 3 dagen bij Stijn en Julia, vrienden van ons die hier wonen. Dat was echt veel vetter om met locals te leven. We vliegen naar Taiwan, daar verblijven we nog 7 weken. Ga je allemaal zien op video. Maar nu gaan we even een ontbijtje pakken en ik laat je even zien hoe dat eruit ziet. Alright, ontbijten in Singapore. Daar gaat hij. Oké, dit is de Bukit Merah. Dat is een soort winkelcentrum met alleen maar kleine winkeltjes daarin waar je kan schaften. En de vraag natuurlijk af, wat eet je daar dan? Gewoon allemaal lekker eten, warm eten voornamelijk. En wow, check dit hé. Fucking een ballerina in de ochtend. Ah. En deze meneer in zijn hemd. Heb een goede nacht gehad. Ik ga voor die. $2.50. Ongeveer 1,50. Ik krijg een noedel met vlees. Nou, daar is het. Een soort noedels. Hier wat dumplings. Hier mijn maasje. Ik ga even eten. Daar nemen we afscheid van Julia en Stijn. En vliegen we naar Taiwan. Vet zin in. Ik ga even noedels slurpen. Laters. Bye bye. Haat gedag zeg. Oké, we zijn op het vliegveld en ze hebben een soort nieuwe app dat als je die tegen de telefoon houdt, dan ben je op de locatie. Ik snap er niet heel veel van, maar ja, je hoeft dan niet eens meer te vliegen. Ik ga het proberen en dan, als het goed is ben ik dan in Taiwan. Dus daar gaat ie. 3, 2, 1. Gelukt! We zijn er in Taiwan. Ja. Dat is een mooie manier van reizen. Oh, dat werkt niet nog een keer. Ben je blij? Mama, hey, mama bezoeken. Je mama bezoeken? Waar woont je mama? Daar, hè? Ja. Alright, daar gaan we. Och, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Hey! Ja. Wow! Hey! Hey! 全部擦一擦那个灰尘啊，本来擦了，擦了，还有 wow, 过来这里就在了，啊，你那个在这里哦，放在这里。Dit is onze kamer als we bij Iris de ouders zijn. Prachtige bank. Met een bloemetjesgordijn. Zo, is ons welkomstmaal. We hebben hier een soep, hotpot met allerlei. Visballetjes en vlees, groentes, hier nog meer, ja, allemaal dingetjes. En vis, met hoofd en al. En mijn favorite, Peking duck. En ja, ook met hoofd. Kijk, hij lijkt op Donald Duck, joh. Deze maand, de aankomende 2 maanden zelfs, laat ik je zien hoe het is om in Taiwan te wonen. Hoe het gaat aan de religie, hoe de mensen werken, relaties. Alle rare culturele aspecten van de Aziatische cultuur. Super in-depth. Abonneer me even op het kanaal of volg me, weet ik wat, nieuwsbrief van hebben, whatever. Of kom gewoon af en toe even kijken op mijn website. En dan neem ik je mee in Taiwan. Cheers!